Johan Derksen heeft Eva Jinek vorige week donderdag een oncollegiaal loeder genoemd, omdat ze op het feestje na haar seizoensfinale zou hebben gedanst op het graf van Vandaag een Site. Wij hebben dat Vandaag een Site toch maar mooi van de buis gekregen, heeft ze volgens VI-redacteur Sam van Rooyen, de zoon van Helene van Rooyen, geroepen. Een avond later zat Eva aangeslagen aan de talkshowtafel van haar collega Bo van Erve Dorens. Ze had de hele nacht niet geslapen en ontkende alles. Ze beweerde dat Sam, ze noemde zijn naam, niet zijn excuses had aangeboden, net alsof hij alles bij elkaar zou hebben gelogen. Volgens Sam heeft Eva haar uitspraken echter wel degelijk gedaan. Tom Hofman zat tegenover Eva in die bewuste uitzending van Bo en ging helemaal los op de VI-sterren. Hij kreeg gisteren flink om zijn oren van de VI-mannen, maar ook Eva was wederom de klos. Ik zag die schijnheilige Jinek ernaast zitten. Toch heb ik een beetje een naar gevoel aan die affaire van Jinek overgehouden, aldus Johan. Johan vindt het veel te ver gaan dat Eva zijn redacteur Sam wegzet als leugenaar. Het is nu de grote Jinek die een redacteur, een jongere redacteur, even te kijk zet van, ik heb het niet gezegd. Ik heb haar aan de telefoon nog voorgespiegeld van, misschien heb je het in de humorsfeer gezegd. Wilfred Gené, ja, dat zei ze ook bij mij, dat ze het misschien een beetje. Johan, ja, maar dan gaat ze op tv zitten en dan zet ze die jongen als leugenaar neer, terwijl ze ten opzichte van die jongen niet heeft ontkend dat ze het gezegd heeft, want ze weet heel goed dat ze het wel gezegd heeft. Heel erg onvolwassen, vindt Johan dat. Dat vind ik dan laf voor de grote Jinek. Ik vind het een hele slappe houding van haar. Ze moet eens een grote meid zijn dat ze ook af en toe tegen een tikkie kan. Wilfred, ze zal er vast een grap over hebben gemaakt, maar die zouden wij ook hebben gemaakt, toch? Johan, ja, maar geef het dan toe. Wim Kieft, Jinek zit er dan ook bij als Tom losgaat. Dat vind ik ook al pijnlijk. Als iemand het voor je op gaat nemen als je er zelf naast zit. Het valt Johan ook op dat Eva helemaal niets zei toen Tom losging op VI. Die Eva zit erbij en die vindt het heerlijk. Het is natuurlijk ook geen toeval dat ik de avond van tevoren wat over haar zeg en dat ze de avond erna alweer bij Bo zit, ook bij RTL, om het weer weg te praten. Vindt Johan het dan niet rot voor Eva dat ze de hele nacht wakker ligt van wat kritiek in VI? Dan heb je toch weinig meegemaakt in je leven hoor, als je daarvan al ondersteboven bent. Thank you.